Het parlement is donderdag begonnen met de behandeling van de conceptwet oprichting Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid, de zogenoemde SNIF-wet. Deze initiatiefwet is op 30 oktober ingediend. Mohamed Safiq Ghouri, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat dit instituut erop moet toezien dat geïmporteerde en geëxporteerde voedselproducten veilig, hygiënisch en gezond zijn. Ook zal er toezicht gehouden worden op alle productieactiviteiten van de voedselvoorzieningsketen. En ieder in Suriname heeft recht op gezonde en goede voeding. Als overheid hebben wij de verplichting om hiervoor te zorgen en erop te toe te zien. Slechte voeding maakt mensen vatbaar voor ziekten. Onveilig voedsel verhindert de juiste opname van voedingsstoffen en maakt het ongeschikt voor menselijke consumptie. Het kan leiden tot langdurig groei en ontwikkelingsachterstand bij kinderen. Onveilig voedsel eist een enorme tol van menselijke gezondheid en economie. Elk jaar wordt wereldwijd miljoenen mensen ziek en sterven duizenden door het eten van voedsel dat besmet is met bacteriën, parasieten, gifstoffen of. Lid van de commissie van rapporteurs, Josafat Kanape, zei dat dit instituut een nationale en internationale missie zal hebben. Zo zal de kwaliteit van het Surinaamse voedsel gegarandeerd zijn. Het instituut heeft als nationale missie om de verschillende sectoren of actoren, de mensen die opereren in voedselveiligheid of voedselindustrie, om zeg maar de sector te reguleren. En ik denk bij mezelf, want er zijn verschillende afdelingen van verschillende ministeries die belast zijn met deeltjes van wat dit instituut zal moeten doen straks. En ik denk bij mezelf, als deze afdelingen allemaal voort zullen bestaan, of deze afdelingen allemaal opgaan in SNIF. En ik zeg dat omdat het niet zo moet zijn dat we nog steeds gewoon doorgaan met ad hoc, praatjesani. We weten dat we in een gefragmenteerde realiteit zijn. Libis makinkan adin serevi. Maar wanneer we een instituut moeten maken, we geven het leven, dat betekent we moeten zoveel mogelijk proberen om de darlings eruit te halen. Tot zover parlementariër Josafat Kanape afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée, waar de SNIF-wet in behandeling is genomen. De wet moet de voedselveiligheid in Suriname garanderen.